Si j'ai prévu d'aller faire une course avec lui, par exemple, aller chercher un pain en ville avec lui, bon, on va chercher le pain, il faut revenir directement, mais on peut avoir une situation imprévue, c'est de rencontrer une amie. Si je rencontre une amie et puis que je commence à parler avec, ben, il va dire, bon, maman, c'est fini, on y va. Il va pousser un petit peu mon ami. Ça ne me va pas trop, parce que ça, c'était pas prévu qu'on rencontre cette amie-là sur le trajet, quoi. Maakt Arthur of Clovis soms een opmerking die sociaal ongepast zijn naar andere mensen toe? Of? Arthur had bijvoorbeeld op straat zijn van, amai, die is dik, of amai, die kan niet stappen, die zit in een rolstoel, wat zou die hebben? Ook aan de kassa bijvoorbeeld opmerkingen geven over wat dat er in de andere mensen hun kar ligt. En waarom heb jij dat nodig, mevrouw? En heb jij misschien, welk dier heb jij? Maar dan ook bijvoorbeeld naar het eten die erin ligt. Ja, jawel. Of bijvoorbeeld, ze hebben een fles cola. Weet die mevrouw dat niet, dat cola niet gezond is? Als hij iemand ziet roken, zou die meneer niet weten dat hij daarvan doodgaat? Ik bedoel, ja, hij gaat die echt aanspreken. Eigenlijk zorgt dat ook heel vaak voor verwarring bij hem. Zo dat Je weet soms niet gezichtsuitdrukkingen waarom dat zo. er iemand. Ja, iemand die voorbij loopt, dat lacht naar u. Ja, dat is zo echt wel iets heel banaals. Hè. Zo van, dat heeft sociaal wel een functie, maar voor hem heeft dat totaal geen functie. Nee, dan moet hij zeker van zijn dat hij zijn hoofd wegdraait en dat hij.